zo'n ouderwetse Disneyland Parijs. Ja, boodschappenkast is niet helemaal, hè? Hij is net wat kleiner, hè? Maar is op zich wel leuk. Het is nog wel even leuk om te vermelden. We kochten dus de eerste paar jaar hier altijd... Ja, boodschappentassen. Tassen. Ja, echt die grote waren dat nog. En die gebruiken we nu, 8 jaar na dato, gebruiken we ze nog als boodschappen. Ja, nog steeds. Ja. Maar deze is... 40%. 6,99 en 40%. Dat is wel een leuke tas. Ja. Ja. Dit is die. Hem, hè? Ja, dat wil je niet eens proberen. Is dat hem? Ja. Ja, ik vind hem hier op mijn trui wel anders scheuren dan... Ja, maar hij moest toch altijd eventjes landen? Ja, het is een home. Dus als je hem zo doet, dan ruik je hem beter. Maar waar is het nou voor? Het is gewoon voor in. Het is een home perfume, dus dat is gewoon voor in huis. Gewoon huis opspuiten. Ja, dit is een kaars daarvan. 40 euro, ja. Die kaars? Ja. Ja. Ik vind die parfum vind ik nog wel... leuk. Wij zijn zelfs zo ver gegaan om te zoeken destijds. Ja, ja, die en dan zijn we uitgekomen bij een Frans geurtje. Ja, Garlin heet hij. Van Garlin, ja, klopt. Dus die heb ik inderdaad. Dat jij dat nog weet. Ik heb hem eigenlijk niet zo vaak op, maar af en toe met kerst of zo. Hij ruikt, nog op. Ja, heel af en toe. Hij ruikt redelijk hetzelfde, misschien nog iets zwaarder. Ja. Het was een beetje een noten powder. Ja. Zo noemen ze dat althans, kan ik me herinneren. Maar wij vonden dat wel heel lekker, dus we probeerden dat altijd te benaderen in huis. Ja. Maar die parfum is wel een beetje te duur om gewoon zo in een huis rond te spuiten. In het wilde weg te spuiten, want dit is, ik weet niet hoeveel dit is. Hoeveel milliliter is dit? 100 milliliter. Ja, dat is niet, dat is ook niet veel. Flesje, hoor. Nee, maar dat flesje was nog veel minder. Ja. Maar dit komt wel een beetje, die geur is wel een beetje, het is inderdaad een beetje... Ja, het is hem wel, ja. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Probeer bij mij nog eens iets op de hand, want dat moet altijd een beetje landen, zeiden ze toen toch? Ja. Oh, sorry, verkeerde kant. Ja, ik heb altijd nog wel zoiets gedacht van een keer zo'n flesje mee te nemen. Alleen, lijkt me een beetje jammer dat als je het in huis spuit, ik weet niet hoe lang dat blijft hangen. Nee, je kunt het natuurlijk wel in je gordijn spuiten of zo, hè? Dan heb je het in de, of in de bank, in de kussens, dan heb je het een beetje in een stof zitten. Dan blijft het vaak wat langer hangen. Maar alsnog denk ik niet dat het zo lang blijft hangen als dat je wil. Ja, allerlei Pandora sieraden. Die nieuwe... show aan het einde van de dag werd ook gesponsord bij Pandora. Ik heb het gezien. Dus die Pandora liggen daar allemaal. Ja. Ik zie toch altijd weer andere producten hier in Disney Makers in het park, hè? Dit lijkt mij een beetje de exclusievere Disney merchandise. Soeppoppen? Ja, of voor de yoghurt. Leuk. Maar is het dan ook van Disneyland Hotel of dan niet? Nee, ah, nee, Disneyland Parijs. Disneyland Parijs staat er dan. Omdat hier ook merchandise ligt van Disneyland Hotel specifiek. Dat is wel erg leuk. Dit is ook wel heel erg cool dit. Het waren meer van die Bibi Soyadi beeldjes, althans qua prijs. Nou, de kerstartikelen hangen hier ook. Ik zie het hele jaar door hangen. Ja, leuk. Deze zijn leuk. 13 euro. Ik wou al bijna $13 zeggen, maar dat is echt dan. Ja. Hier nog veel meer kerst. Oh ja, en nou, dit is wel een beetje vergelijkbaar, hè? Deze ook, die hebben we ook al gezien in, in het park. Ja. In Amerika? Ja, volgens mij hebben we deze ook gezien. Dit soort. Zeker. Ik heb dit juist nooit heel erg hier zo gezien. Kerstballen. Nou ja, maar het is allemaal wel adventkalender. Oh ja. Gewoon van hier. Disneyland Parijs. Wat kost die? 5 euro. Nou. Je kunt er nog niet veel voor zeggen, hè?
in de winkel in het Disneyland Hotel. Oh, heel leuk, die kerstballen. Een tijdje hebben wij ook kerstballen van Disneyland Parijs in onze kerstboom gehad. En er waren van die Disney spaaractie kerstballen. Ja. Hoewel ik niet weet of Disneyland Parijs was. Nee, of gewoon van Disney Show. Dit heb ik niet. Volgens mij hebben wij dit echt in Amerika al gezien. Wel is waar. Nou, dat is super. Ja. Volgende, wat we wel eens gespaard hebben. Of gespaard hebben, dat we wel eens elke keer eentje meer. Die kocht elk jaar. Ja. Maar deze is half van kerst. Ja. Er staat ook een jaartal op? Nee. Nee. Normaal stond er altijd een jaartal op. Dus dan werd dat bij ons inderdaad getriggerd om elk jaar weer eentje mee te nemen. Ja. En ik ben wel even benieuwd wat die kosten. Oh, 6 euro. Kosten 5,99. Nou. Vind ik ook nog wel meevallen. Dus de beeldjes, waar wij er dus ook een aantal van thuis hebben. Dat was super leuk. Het is een small world. Het is ook wel echt leuk, Marloes, hè? Deze. Oh, die is inderdaad leuk. Die heb ik ook nog niet eerder gezien. Nee. Ik weet niet of er ook een opwind... Ja, dus, dat bedoel ik. Hier hebben wij dus van de Pirates. Beweeg op nog. Ja hoor. Dan is de vraag: wat kost zo'n ding? Nou, ik zal nog even naar kijken. 99 euro. Dan heb je ook wat in huis staan. Ja. Hij is wel erg leuk. Koffers. Met ook een beetje korting. 30%. Dat is wel leuk, hè, zo'n koffers grootte. Zit daar ook korting op? Nee. Dat is wel jammer, hè. Alleen de kleintjes. Herken je me in ieder geval wel. Hè? Wij moeten voor onze... zomervakantie 2019 moeten we nog een koffer hebben. Ja, zeker. Uiteraard hier ook de jurkjes voor de allerkleinste onder ons. Een luxe theeset. Schoentjes. Van Frozen of niet? Zo ziet het eruit, denk ik. Nou, alle merchandise die hier ligt is allemaal wel van Frozen. Ja. Dus ik denk die ook. Speelset van Rapunzel. Hier ook de jurkjes. Sneeuwwitje. Dit is. Ik denk van Elsa, maar die andere. Die Elsa. Anna en Elsa Anna. Ik weet niet zeker hoor. Ik weet gewoon niet. Dit hangt daarop. Deze weet ik wel, dit is van het kasteel hier. Door een roosje. Ja. Kan niet missen. Wow. Die is nog uitgebreider dan die wij in de Disney Character Store hebben gezien in Orlando. Of niet, tenminste wat er aan de onderkant zit. Ja, hier zit. Oh, hier zit, ja, oké. Okay. Om het rond te houden. De poppen van de prinsessen. De laatste keer dat ik zijn lollipas had, was ergens anders. De laatste keer dat jij zo'n lolly vast had, was in de grootste Walt Disney World. Nee, in de grootste Disney winkel die er bestaat. En het was in Orlando, in Disney Springs. Dat klopt.
We gaan hier oorbelletjes, denk ik. Kettingjes. Ja. Tinkerbell. Maar er staat een kasteel in. Dat zijn oorbelletjes. Ja. Hier nou accessoires die horen bij zo'n jurk. Handschoenen, tasje. Ook van de verschillende characters. Dit is trouwens Elsa. Ja. En dat is echt wel een andere kleur dan die... Nee, maar die was Anna. Dat is geloof ik haar zus. Die hoor. Nee, maar kijk dan naar die Anna. Ah, ik zie het. Ja. Dus die rechter. Maken we onze ronde hier door de winkel nog eventjes af. Pakjes voor jongens. Kun je het park door als Peter Pan. Hey, je zou er haast nog een jongetje voor krijgen, hè? Ach ja, enig. Dan moet jij maar aan. Wat zijn dit? Stafjes? Ja. Oh, het is een tof stafje met een kroontje. Dat is super leuk. Hier allerlei sleutelhangers. Heel, heel vroeger, toen wij hier voor het allereerst waren in 1992, waar jij nog helemaal niet bij was, toen namen we ook allemaal van die sleutelhangertjes mee. Maar er stond echt op Disneyland Paris. Sleutelhanger, dus hadden we allemaal een sleutelhanger van Disneyland Paris. En die gaven een cadeau aan de thuisblijvers. Ja. Ja, dat deden we. Heel erg een zak hem nog wel moeten hebben. Maar dit geeft in ieder geval eventjes een goede indruk, denk ik, van deze winkel. Merchandise winkel in het Disneyland Hotel. Vind je dit nou een leuke video? Even een duimpje omhoog. Heb je nog niet geabonneerd? Zou leuk zijn. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens. Doei.